weekoverzicht van 28 oktober tot en met 1 november. Aan de lijn heb ik Martin Mager. Die is vandaag heel erg druk. En waar heeft hij het druk mee? Is natuurlijk de enorme storm die over Nederland heen gaat. En natuurlijk ook over Hilversum. Maar deze vraag is eigenlijk, wanneer is eigenlijk een beetje bij jullie meer meldingen gekomen dan normaal? Wij zijn vanochtend rond een uur of negen, toen de storm echt begon aan te trekken, toen begon ook het aantal meldingen zichtbaar omhoog te gaan. De stormschade, zoals wij dat noemen, dat is een beetje datgene wat bekend is en ook vaak in het nieuws is. Dus dat is omgewaaide bomen, loszittende of afgewaaide dakpannen. En daartussendoor komen er altijd wel wat, wat meer specifiekere meldingen die we, die we ook bij storm niet altijd vaak hebben. Wij reageren vooral op het moment dat er ook echt een alarm plaatsvindt. En wat je wel ziet, dat zoals met storm, wij wel meer mensen alarmeren en dan de mensen die, ook met name vrijwilligers, die van hun werk afgaan en dan langduriger ingezet worden. Code oranje, dat is de ene hoogste code, dan heb je echt wat te maken met verstoring van het reguliere beeld binnen de maatschappij. En code rood, dan spreken ze over een groot risico op ontwrichting van de maatschappelijke structuur, om het maar zo te stellen. Nou ja, dat kan heel breed gezien worden, maar dat is wel een beetje de typering die ze erop loslaten. Binnen Gooievecht hebben wij 13 kazernes en wat ik net van de meldkamer terugkreeg, waar staat zo ongeveer 90-95% van de kazernes momenteel wel operationeel zijn voor stormschademeldingen. Dus dit geldt eigenlijk voor het hele Gooi zo'n beetje? Ja. Ja, dat klopt. En dat zie je ook wel een beetje in het hele land terug. Zaterdag 26 oktober vond in Hilversum de Muzikantendag plaats. In de Vorstin konden muzikanten en andere geïnteresseerden de hele dag allerlei professionals uit de muziekindustrie ontmoeten en hun demo's laten beoordelen. Ik ben Peter Smit, ik ben manager pop en rock bij Buma Cultuur. En wij organiseren de Muzikantendag on Tour. We doen vier van dit soort dagen per jaar. Dus we gaan het hele land door. En dit is de eerste keer dat we in Hilversum zijn. En super, er zijn een hoop mensen. En de sfeer is goed, de panels zijn mooi. Dus het gaat hartstikke leuk. En het is ook leuk om een keer in Hilversum te zijn natuurlijk. Dat is toch de mediastad. Met welke vragen kunnen muzikanten hier terecht? Waar moet je op letten als je contracten gaat afsluiten? Hoe kom je aan optredens? Hoe kom je op de radio? Hoe word je, om het even heel populistisch te zeggen, hoe word je rijk en beroemd? Ja, hadden we zoiets van, we maken een dag waar andere muzikanten vertellen aan nieuwe muzikanten. Ja, hoe zij het hebben gedaan en hoe je het beste dingen kan regelen. En dat de Hilversumse band Only Seven Left de dag heeft geopend, dat is vast geen toeval. Nee, wij zoeken altijd lokale helden om de dag te openen en te vertellen over hun ervaringen. Okay. Jullie komen allemaal uit Hilversum en jullie zijn een echte Hilversumse band. Is Hilversum belangrijk geweest voor jullie carrière? Aan het begin zeker. Ja, aan het begin van onze carrière, we begonnen eigenlijk als schoolbandje. Hin en ik zijn broers en we zaten samen op de middelbare school. En daar zijn we begonnen met talenten, jachten, meespelen en zo. Altijd verloren. En toen uiteindelijk wonnen we een keer. En vanuit hier zijn we eigenlijk verder gegroeid. En daar heeft de Vorstin ook zeker aan bijgedragen. Want het is heel fijn dat we hier altijd kunnen repeteren. En dat we gewoon een zaal in onze hometown hebben. Waar we gewoon ook shows kunnen doen. Dus dat is zeker heel belangrijk geweest. Ja. En wat helemaal tof is. Je kunt je demo laten horen aan ontzettend veel mensen. We zijn hier demo's aan het beoordelen. Van beginnende artiesten, bandjes, muzikanten. Om wat tips te kunnen geven. Om te kijken hoe ze verder kunnen. Hier worden door professionals, dus aanhalingstekens, demo's bedoeld van beoordeeld van amateurs. Door de toenemende jeugdwerkloosheid in de mediasector is Mirjam Sterk op werkbezoek in Hilversum bij het facilitair tv-bedrijf United Broadcast Company. Een van de grote werkgevers in Medialand.
Mirjam Sterk maakt het jeugdwerkeloosheidprobleem bespreekbaar en zoekt samen met de gemeente Hilversum en scholen naar een oplossing. Hoe kan het eigenlijk dat de jeugdwerkeloosheid zo sterk toeneemt? Wij spraken met Mirjam Sterk, ambassadeur jeugdwerkeloosheid en wethouder Erik Boog. Ja, het gaat gewoon economisch slecht en dat betekent gewoon dat jongeren moeilijk een baan vinden en moeilijk een leerbaan vinden. Ja, dat heeft te maken natuurlijk met de economische crisis waarin ook Nederland verkeert. En dat zie je helaas terug in de werkeloosheidscijfers. Niet alleen onder jongeren, maar ook onder volwassenen. En er probeer je natuurlijk alles aan te doen om dat terug te dringen, die jeugdwerkeloosheid. Maar ja, het is wel een feit dat die nog steeds oploopt. Jullie zijn hier vandaag bijeen om tot een oplossing te komen. Wat is die oplossing? Nou, we hebben allerlei plannen gemaakt in regio Groningen-Verstreek om jongeren aan een baan te helpen. Leerwerkbanen, bijvoorbeeld bij zo'n bedrijf als United, die er al heel actief mee is. Maar zo proberen we in alle sectoren, in de bouwsector, de techniek, jongeren aan stage, leerwerkplekken te helpen. Maar wat we ook natuurlijk proberen is om jongeren op school te houden. Om te voorkomen dat jongeren voortijdig van school gaan. Want eigenlijk is dat de basis. Want jongeren moeten natuurlijk gewoon een goede opleiding krijgen. En zo lang mogelijk natuurlijk ook onderwijs krijgen. En dat is de basis. Daar zijn we ook heel succesvol in. Want we hebben steeds minder voortijdig schoolverlaters in deze regio. Dus het gaat de goede kant op. Maar ja, we moeten nog heel veel doen om die jeugdwerkeloosheid verder te bestrijden. Wat zou u willen meegeven aan de werkloze jongeren? Nou ja, neem initiatief, want ja, als je thuis blijft zitten en je neemt geen initiatief, dan komt er nooit iets van terecht. Dus geef niet op, ga door, er komen betere tijden aan. Alleen we moeten er nog wel heel even op wachten en tot die tijd moet je gewoon proberen om actief te blijven. Woensdagochtend 30 oktober werd er op initiatief van het CDA Hilversum een prijs uitgereikt voor het beste plan van verkeer en veiligheid met betrekking tot de scholen. Het plan is gemaakt door ouders en leerlingen van de Wilhelmina School. Het plan is ontstaan naar aanleiding van een gebeurtenis. Mijn dochter is aangereden op de stoep. Waarbij fietsers die ontzettende haast hadden om naar school te komen, het rode licht negeerden en vervolgens over de stoep gingen. En ja, toen is mijn dochter aangereden. We zijn toen kritisch gaan kijken naar wat er in de schoolomgeving voor onveilige situaties plaatsvinden. Voor allerlei handige dingen zoals dat je markeringen op de weg kunt aangeven, palen neerzetten bij een oversteekplaats die vaak gebruikt wordt voor naar school. En dan hopen we dat het uiteindelijk gaat lukken. Ik vind het een heel, heel goed plan. Er zijn dingen bij waarvan ik denk die zouden direct gerealiseerd kunnen worden. Dat zouden de twee desbetreffende ouders heel goed kunnen uitleggen. En er zijn dingen die op lange termijn misschien een goed plan zijn om uit te voeren. Maar dat ligt ook een klein beetje aan de zak met centen. Iedereen die moet eigenlijk deelnemen aan het veilig maken van de omgeving. Dus het is niet alleen een kwestie van ouders of alleen de school of alleen de gemeente. Het is echt een samenwerking van iedereen. Als er nou stippen op die straat komen en een grote streep, meneer Boog, dan worden de auto's gewaarschuwd. Dat zou een goed idee zijn. En wij dachten, dat is fantastisch. Maar ze hebben nog iets bedacht, want ze hebben ook op internet gekeken, de kinderen. En er is een octopusplan. En kijk nou eens, vanaf nu is wethouder Boog de super octopus. Zo. Dit is wethouder Boog. Nou, en dit is de school. En dat zijn de leerlingen. De wijkagent. Wie doet er nog meer bij het verkeer mee? De ouders. Maar de kinderen ook. En wethouder Boog gaat met al die mensen overleggen voor al zijn verkeersplannen. Het octopusplan. Dat is nu voor wethouder Boog. Alsjeblieft. Oh. Succes met het octopusplan. Mooi in beeld. Als ik het enthousiasme zie hier bij de school, bij de kinderen, maar vooral bij de wethouder, die zegt van er gaat een totaalplan voor Hilversum komen, maar we gaan er nu al meteen mee beginnen, dan denk ik dat het zeer zeker zal meehelpen aan de veiligheidsbewustwording van ouders, kinderen en verkeersdeelnemers die bij scholen in de buurt komen. Het instituut voor beeld en geluid zag er vandaag anders uit dan normaal. Bij de ingang waren een aantal strobalen opgesteld als een soort circuit. De aanleiding hiervoor was de boekpresentatie van Grand Prix Zandvoort. Jackie X, Belgisch Formule 1-coureur, ontving op spectaculaire wijze het eerste exemplaar van Mark Koensen, hoofdredacteur van RTL GP Magazine. Het boek en de eerder verschenen film laten nog nooit eerder vertoonde beelden zien.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.zandvoortgrandprix.com. Ik heb aan de lijn wethouder Lon Joren. Wanneer gaat dat gepresenteerd worden? Nou, het is vandaag naar de raad, onze gemeenteraad, verzonden. Het gaat ook binnenkort gepresenteerd worden aan de omwonenden. En het zal dan vervolgens in de commissie van de raad behandeld worden. Ja, dan wil iedereen natuurlijk weten, wanneer is dat crematorium er dan? Nou, eerst moet het natuurlijk besloten worden en dan zullen we natuurlijk ook nog wel wat procedures moeten doorlopen, zoals een bestemmingsplanprocedure. Dus het kost wel enige tijd voordat het er echt is, maar heel belangrijk nu is dat wij de vorm gevonden hebben voor de Zuiderhof. Want de Zuiderhof is natuurlijk al een heel prachtige begraafplaats. En dat is ook precies de clue in dit geval. Wij willen het namelijk heel mooi inpassen in de bestaande bebouwing. Het grafisch atelier Het Gooi. Nog maar net verhuisd van de markt naar het nieuwe onderkomen aan de Noorderstraat, boven de Kringloper. En op zondag 3 november aanstaande is er alweer een feestelijke opening. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat staat er allemaal in het grafisch atelier? Een boekdrukkerij, een zeefdrukkerij, steendrukkerij, ets. We hebben tegenwoordig een techshop, een houtwerkplaats. We hebben een fotografiestudio met een doka. Er komt een naaiatelier. En er zijn nog meer plannen om zeg maar, niet alleen grafisch atelier te zijn, maar ook meer een stadswerkplaats. Waardoor dus meer mensen zeg maar, hier in deze verschrikkelijke inspirerende ruimte te kunnen gaan werken. Het grafisch atelier wil en kan op haar nieuwe plek gaan uitgroeien tot een stadswerkplaats met een breed en gevarieerd aanbod. Een broedplaats voor iedereen die kunst wil maken. Etstechniek, diepdruktechniek waarbij de inkt in een kras of in een geul gaat. En wordt, onder de pers wordt dat met het papier uit die geul getrokken. Dat is heel oud, het is stand van de kopergravuur is natuurlijk. Ook een oude techniek, maar dan een hoogdruktechniek. Dus een deel wat je niet afdrukt, dat wordt weggehaald. De eerste snee die je doet, heb je meteen contrast, licht, donker. 1, 2, 3, 4, 5. Ik zie zo 5 drukgangen. Dus elke kleur heeft zijn eigen linoleumsnede. De traditionele steendrukken, daar kan je heel goed de grijn in zien, dus de tekening, dat korrelige. Daar is die heel mooi getekend. Dus je kan op een steen, een schone geslepen steen, tekenen. Je kan er ook op schilderen, waardoor je dus weer schilderachtige structuren krijgt. En voor elke drukgang, dus voor elke kleur, betekent weer dat je een steen nodig hebt. Aan stenen vooralsnog geen gebrek. Ook zijn er cursussen voor jong en oud in het aanbod opgenomen. Het gaat van primair onderwijs tot ouderenparticipatie. Primair onderwijs, dat zijn dus de kinderen vanaf een jaar of 6. En we hebben natuurlijk ook Lego drukken tegenwoordig. Daarin meeleggen we uit hoe dus het letter zetten en het boekdrukken ging. Wow, kijk eens. De laatste handzetters, de laatste generatie, die gaat nu met pensioen. Gelukkig is er een generatie van mij, maar dat is echt op 1 of 2 handen te tellen. Die dus kunnen handzetten en de steendrukkers, nou dat zijn er misschien ook 5 die echt goed kunnen steendrukken. Bij steendrukken en letterzetten komt zoveel kennis kijken. Ik wil dat beheersen om dat straks over te dragen naar de volgende generatie. En die volgende generatie is nu al drukdoende om het ambacht onder de knie te krijgen. Ik ben zo verdrietig. Als ik voel dat ik je mis. Wat doet kanker met jou? Vertel het in een inloophuis of psycho-oncologisch centrum. Hier is altijd iemand die mijn verdriet hoort. Behoefte aan ondersteuning of psychologische zorg bij kanker? Vind een adres in jouw buurt op watdoetkankermetjou.nl. Wat doet kanker met jou? Zo heet de campagne om aandacht te vragen voor de gevolgen van kanker. Deze campagne loopt van 2 tot en met 12 november. Fiore in Hilversum is de enige ontmoetingsplek in Het Gooi voor mensen met kanker. Deze mensen kunnen hier ten alle tijde binnenlopen voor bijvoorbeeld een kopje koffie. Wij spraken met de directeur Anita Wesselius.
Fiore is een centrum voor mensen die leven met kanker. Dat wil zeggen, leven met kanker is als kanker in jouw leven een rol speelt. Dus het kan zijn dat je kanker hebt of dat je kanker hebt gehad. Of dat je leeft met iemand die kanker heeft. En dit is een centrum waar mensen zonder afspraak of verwijzing terecht kunnen met alles wat er speelt. Omdat het een ziekte is die meer vraagt dan alleen een medische behandeling. Maar ook ondersteuning en begeleiding en contact met andere mensen in dezelfde situatie vinden wij heel belangrijk. Dus het is een programma dat is zowel gericht op dat je je lekker kan ontspannen, dat je even juist niet aan de ziekte denkt. Maar ook dat als je dat wil, daar wel mee bezig kan, dus met verwerking bijvoorbeeld. En er zijn wel 50 vrijwilligers verbonden aan dit centrum die een persoonlijkheid hebben die past bij dit werk. Die mensen graag ontvangen en luisteren naar wat er maar speelt bij mensen. En daarnaast zijn er mensen die een achtergrond hebben die op een meer gespecialiseerde manier iets kunnen bieden. Je kan hier bijvoorbeeld komen sporten. Dan heb je een begeleider die goed weet waar je dan mee te maken hebt als je kanker hebt. Maar er is bijvoorbeeld ook een verliesverwerkingsgroep. Voor mensen die iemand verloren hebben aan kanker is het ook heel belangrijk dat je op het moment dat het voor jou past, dat hier altijd de deuren openstaan. Nou, wat bij Fiore zo heel opvallend is, is dat mensen kunnen verwachten dat het hier toch een bedrukte of bedompte sfeer zou kunnen zijn vanwege de zware thematiek. Maar wat nou juist het geval is, is dat wat blijkt, als iets bij jou speelt en je mag daarover praten en het mag gewoon zijn wat het is, dan geeft dat zo'n ruimte en dat haalt zojuist eigenlijk alle lading ervan af. Dat we hebben hier bijvoorbeeld op vrijdagmiddag hebben wij een herensociëteit. En dan daar wordt zelfs een wijntje bij geschonken. Dat als mensen hier binnen zouden komen op een onverwacht moment en geen idee zouden hebben wat voor een huis dit is, dan zouden ze een totaal andere indruk kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd worden daar hele essentiële dingen ook besproken tussen ook andere onderwerpen door. Want in dit geval, dit programma onderdeel is een heel informeel onderdeel. En wat ik zo opvallend vind is dat mensen, juist als er tijd en aandacht is voor alles wat er speelt, dat je dan merkt dat dat zo'n verlichting kan geven dat de sfeer hier over het algemeen helemaal niet zwaar is. Maar het is natuurlijk wel zo dat we ruimte bieden aan alles wat er speelt. Dus als hier iemand wil komen met een slecht bericht uit het ziekenhuis rechtstreeks, dan is die hier van harte welkom. Maar dan kijken we gewoon heel goed. We kijken altijd goed wat vraagt het, wat speelt er bij iemand. En als iemand heel verdrietig is, dan kan dat ook. Maar dan merk je ook dat mensen hier onderling daar ook helemaal niet van schrikken. En dat we daar ook zo mee om kunnen gaan dat je kijkt van, nou, wie heeft er na een programma baat bij om even lekker met elkaar een kop soep te eten aan tafel. Om even weer een soort overgang te creëren om weer naar huis te gaan. En andere mensen zeggen van, ja, ik zit mij even heel hoog en ik ga het even apart zitten met iemand. En dat lucht dan vaak ook weer op. En dan gaat iemand toch weer wat anders naar huis dan die binnengekomen is. Bij Hart voor Hilversum is tijdens de fractievergadering van maandag 28 oktober jongsleden het vertrouwen opgezegd in Hans Roos, raadslid, en John Tammer, fractiemedewerker. Een reactie van de fractievoorzitter. Wat is er gebeurd? De verkiezingen komen eraan, dus moet er een kandidatenlijst komen. Die is ook gemaakt, een advieskandidatenlijst, want uiteindelijk bepalen natuurlijk altijd de leden. En uit onvrede over hun positie zijn een paar mensen een ondergrondse campagne begonnen waarmee ze de partij echt grote schade hebben toegebracht. En dat is ontzettend vervelend en het is ook niet, iets wat natuurlijk zich in de afgelopen week heeft afgespeeld. Er zijn al wel vaker dingetjes geweest. We zijn toch gewoon ook mensen met elkaar en onder elkaar en we moeten het ook met elkaar doen. Dus zijn er al vaker dingetjes gebeurd en die probeerden met de mantel der liefde te bedekken. Maar er komt een moment dat ook de mantel der liefde is versleten en er komt een druppel die de emmer doet overlopen. Het is verschrikkelijk, het is heel rot en het is ook heel rot voor de verkiezingen. Maar het is niet anders. En dan maar beter nu en doorgaan met de mensen die elkaar wel vertrouwen en op willen tillen om naar een groter plan te komen. Ik denk ook dat het ook gewoon een groeistuip is. Het Hart voor Hilversum is gewoon echt aan het groeien. Er komen nieuwe mensen bij. Dus het overkomt meerdere partijen en ons dus ook. Welke gezichten gaan wij zien bij de eerstvolgende raadsvergadering? Daar zie je Meindert Ruitenberg, daar zie je Karin Walters, daar zie je mij als raadsleden en fractieassistenten Marlon van Dalen en Jerry Braaksma en Louis van Leeuwen. Hans maakt er geen deel meer van uit en John ook niet. Nee.
Dus toen Frans op die advieslijst op een redelijke hoge plek stond, toen ontstond reuring. En daar hebben we met Frans gewoon open over gepraat. Toen is Frans heeft zelf uit zichzelf gezegd, nou weet je wat, ik wil niemand voor de voeten lopen, zet mij maar op de onderste plek. En dan mogen de kiezers beslissen of ik terugkom bij in de raad. Ook spraken wij met fractiemedewerker John Tammer. Het is een opeenstapeling van accidenten die gebeurd zijn de afgelopen tijd. Het is allemaal een beetje haasje-repje werk geweest in mijn ogen. En er zijn naar mijn idee ook nu bij de situatie waar we nu in zitten, zijn procedureel ook fouten gemaakt door het bestuur en door de fractie. Bijvoorbeeld het feit dat het persbericht al op de site stond en in de krant stond gemeld, terwijl ik dat later per mail pas ontvangen heb. En er geen bestuursbesluit aan ten grondslag ligt, maar dat wordt door de fractie afgedwongen, want die zet het bestuur gewoon eigenlijk voor het blok. Van ja, wij hebben met z'n drie als fractieleden beslist dat Hans Roos op een zijspoor wordt gezet. En bestuur, je moet dat maar goedkeuren achteraf. Want van tevoren is er geen bestuursbeleid geweest. Helder. En aangezien ik zelf vicevoorzitter van de club ben en bij het bestuur hoor, lijkt mij dat ik dat ook minimaal dan zelf op de hoogte zou moeten zijn geweest. En dat was ik niet. Nee. En dat op zich is al een raar verhaal. Dus ja, en mijn argumenten betreffende de statuten en de foutjes die ik dacht erin te zien, blijken achteraf allemaal niet waar te zijn. En dan komt meneer Van Limburg-Stierum, de notaris, komt daar op de ALV die gepland staat, komt die uitleg geven hoe dat in elkaar zit. Of liever gezegd hoe je dat zou moeten interpreteren. Want volgens mij is het een kwestie van hoe je het interpreteren wil. En ja, ik wacht dat maar af. Want nogmaals, ik ben geen notaris, ik ben ook geen jurist. Nou is natuurlijk de hamvraag. Is u al iets bekend over de zetel van Hans Roos? Behalve dat het bestuur hem gevraagd heeft om zijn zetel weer in te leveren bij de partij, niets. Dierbewust leven was vandaag in Hilversum om te demonstreren tegen dierenleed. Hun motto is, komt de media niet naar ons, dan komen wij wel naar de media. Via Facebook gaven gistermiddag 19 mensen gehoor aan de demonstratieoproep. De uiteindelijke opkomst was niet heel groot, maar ze gaven zich niet gewonnen. Met een man of 8 gingen ze vol goede moed de straat op. Wij zijn aan het demonstreren tegen dierenleed. En dat bedoel ik echt heel breed, het dierenleed. Het afslachten van zwerfhonden, zwerfkatten, proefdieren, broodfokkers. Noem maar op, gewoon alle dierenleed wat er in Nederland voorkomt. We willen bereiken dat daar toch een doorbraak in komt. Waarom doen jullie het in Hilversum? Omdat het een drukke winkelstraat is. Je hoopt op deze manier wat meer mensen bij elkaar te kunnen bereiken. Wie kent hem niet? De prijs voor aanstormend kunsttalent van de Gooi- en Vechtstreek. Nou, eigenlijk best veel mensen kennen deze prestigieuze prijs, de Zilveren Kei, niet. Die al sinds 2003 jaarlijks wordt uitgereikt. Maar daar kan nu verandering in komen. Want van 4 tot en met 24 november is in de kunstgalerij aan de Lange Straat een overzichtsexpositie van de 8 jeugdige finalisten. Afgelopen donderdag, 31 oktober, werd de tentoonstelling ingericht. Nou, ik gebruik eigenlijk heel veel verschillende technieken. Ik heb voor het werk wat ik uiteindelijk voor de finale heb ingeleverd, heb ik gebruik gemaakt van foto's die ik gemaakt heb en een tekening met houtskool. Wat mij het meeste aanspreekt is denk ik toch wel driedimensionale werken, omdat ik dat het leukst vind om te maken. En ik beleef heel veel plezier met het maken van foto's en dat soort dingen, maar ik denk toch dat ik me meer kan laten gaan als ik een driedimensionaal werk maak. De wereldbol, of zeg maar de lamp, staat zeg maar symbool voor het idee wat mensen ook wel hebben. Dat ken je ook misschien wel van stripidees, dat gloeilampje boven je hoofd. Het idee van mensen. En dat idee van een perfecte wereld is allemaal verschillend, daarom ook allemaal verschillende stukjes eromheen. Van alles eigenlijk is fotografie, schilderijen met driedimensionele effecten erin, zoals dit bijvoorbeeld. Of ik heb ook een sculptuur bij me, dus het is iets van alles eigenlijk, want ik probeer mezelf niet te beperken tot één ding. Wat is nou het werk wat jou het meeste aanspreekt? Het is een 2 meter hoge sculptuur dat een beetje op een stekelige plant moet lijken en het is gemaakt uit gevulde boomstammen die dan gelakkeerd zijn. MUZIEK
Mijn werk is fotografie dit keer. Dat vind ik heel erg leuk, spreekt me heel erg aan. En misschien wil ik daar, ik zit nu nog op de middelbare, misschien wil ik daar later ook al wat mee doen. En wat fotografeer je zo? In dit werk heb ik geprobeerd om de kleding als het ware te abstraheren. Maar dat het natuurlijk wel realistisch blijft, zeg maar. De mooiste vind ik zelf dit exemplaar. Omdat het, het laat de rondingen heel mooi zien, maar ook het hoekige. Dus ja, ik vind het een hele mooie combinatie geworden. Ik heb meegedaan binnen fotografie. Ik heb een hele experimentele periode gehad en met de resultaten daaruit ben ik verder gegaan en weet ik heel snel wanneer ik wat voor soort belichting toepas, of ik wel of geen flits gebruik. En zo kom ik vaak met niet voorbedachte raden op hele interessante resultaten ook uit. Een beeld met veel emotie, wat bij mij veel emotie komt kijken, omdat het enerzijds voor mij heel dichtbij is. En tegelijkertijd lijkt dit zo ver weg, omdat je, dit is mijn vriendin die je op de foto ziet. En ik herken haar uit duizenden en ik voel er van alles bij. Ik weet hoe zij is, ik weet wat het met mij doet, maar je ziet haar ogen niet. Je kan wel naar haar kijken, maar je ziet haar ogen niet. En dat vind ik heel interessant aan dit beeld. Ik heb 4 werken, acrylwerken, werkstukken ingeleverd. Allemaal portretten. Dit is een foto van de serie Crisis nu. En er is een mevrouw die net haar man en haar kinderen heeft verloren in de oorlog. Ja, wat er nu aanvalt is dat er is heel veel pijn en heel veel suffering. En dat als een Northern European, dat zie ik eigenlijk niet. Ik kan dat niet beleven, zeg maar. Dus ik, wat ik nu zie is gewoon de beauty in haar suffering. Ik heb verschillende soorten technieken gebruikt. Waaronder heb ik hier een serie ogenschijnlijk nutteloze objecten. Verder heb ik nog fotografie gebruikt, film als in videokunst en nog een 2D werk. Ik maak vaak wat abstract werk en dus het is niet in één oogopslag zichtbaar. Daarom moeten mensen worden gedwongen om na te denken, dat vind ik al interessant. Ik schilder en ik heb fotografiewerk ingeleverd en ook een installatie waar geluidsopname uitkomt. Een heel erg hijgend, half stikkend, vooral heel erg ongemakkelijk geluid. Wat is het werk wat jou het meeste aanspreekt? Het is eigenlijk een collage van 2 foto's van mezelf waarin ik gewikkeld ben in verband. En het geeft heel erg mijn gevoel op dat moment weer. Ik was zelf gewoon in een hele vervelende situatie waar ik me echt heel erg verstikt en benauwd voelde. Vast in mezelf. En ik heb het idee dat schilderij het heel erg sterk uitdrukt. Ik heb een schilderij met verfklodders. Ik heb een linosnede. Nog een schilderij. En een stripboek, een keramiek. En de voorschetsen van het stripboek. Persoonlijk vind ik mijn eigen stripboek, ben ik heel erg trots op. Het is een heel leerzame strip vooral, dat is de bedoeling. Ook geschikt voor scholen zelfs? Ja, ook, ja. Zeker. En zijn er meerdere drukken van? Want het ziet er zo verzorgd uit. Er zijn 2 drukken nu officieel, maar we gaan zeker nog meer doen ook. De Zilveren Keiprijs houdt in een beeldje, een geldprijs, een stage bij een Hilversumse kunstenaar en natuurlijk het onvermijdelijke bosje bloemen. Het zal spannend worden aanstaande zondag als de juryprijs wordt uitgereikt aan de winnaar. En eigenlijk zijn er geen verliezers, want alle deelnemers exposeren 3 weken lang in de kunstgalerij. En gedurende die periode kunt u als bezoeker ook een stem uitbrengen voor de publieksprijs.
Ik ben weer in het winkeltje van dierenasiel Kraarlo. Vorige keer zagen we Dusie. Zij wacht nog op een baasje. We bladeren verder. Kijk, Floris. Floris is een Drentse patrijs. Hij is 6 jaar oud, is een energieke en zelfstandige hond. En we zoeken een actieve en vooral een ervaren baasje. Floris is een echte jachthond die iedere dag veel beweging nodig heeft. Zoals rennen, fietsen en het maken van een flinke wandeling. Hij is dominant en dat kan wel eens botsen met vreemde mensen en andere dieren. Floris moet hierin begeleid worden. Hij is vriendelijk, intelligent en aanhankelijk. Ook moet hij af en toe geborsteld worden. En het is belangrijk om die lange haren goed uit te kammen. Bent u een actieve en ervaren baas die interesse heeft in de Drentse patrijs? Haal dan Floris op bij Dierenasiel Kraarlo.